voor verkiezingen, Maart van Rossum, Rudolf Giuliani. Hij heeft nog niet echt gezegd dat hij ermee stopt. Nee. Maar Fox meldde net al met zekerheid dat hij zou stoppen. Verwacht u dat ook? Ja, lijkt me verstandig om te stoppen. En zo waar zeggen. Is het dan misgegaan? Ja, het is misgegaan bij de gok om alles op Florida te zetten. En in feite niet deel te nemen aan de eerste voorverkiezingen. De caucus in Iowa en de voorverkiezingen in New Hampshire. Was trouwens alle reden om daar niet aan deel te nemen. Omdat het kiezersvolk daar zo is samengesteld dat de kans klein was dat Giuliani daar goed kon scoren. Dat was eigenlijk zijn probleem. Dat al die eerste primaries werden gehouden in staten waar iemand als Giuliani, die zonderling genoeg tot de linkervleugel van zijn partij behoort, maar goed, zo liggen de kaarten daar nu eenmaal. Dus hij zou daar altijd verliezen, wat dan ook maar. Dus ze zei, nou weet je wat, dan doe ik niet mee in die staten en ik zet alles op Florida. Dat is een paar dagen voor Tsunami Tuesday. En als het dan in Florida goed gaat, en dan ga ik daar maandenlang een hoop geld uitgeven. Hij heeft degene die het meeste geld heeft uitgegeven aan televisiereclame in Florida. Dus hij heeft er bepaald wel iets aan gedaan. En waarom lukte het dan niet? Ik denk A, omdat zijn main issue 9-11. Hè? Mm-hmm. Hij was de burgemeester van het land en de man die Amerika het best tegen het terrorisme zou kunnen beschermen. Maar terrorisme is natuurlijk helemaal weggezakt. Zeker nu er eens een recessie mogelijk is in de Verenigde Staten, blijkt de binnenlandse politiek toch de buitenlandse politiek weer te passeren. Bagdad is betrekkelijk rustig geweest de afgelopen maanden. Dus ook de Irak-oorlog is wat weggezakt. En ik denk ook dat het een zakkige campagne was. Ik bedoel, er is op geen enkel moment is er een vonk overgesprongen. Denk aan dat malle moment waarop die telefoon van zijn vrouw aanneemt. Terwijl even kijken. Ach, kijk, ja. Wat een toeval. Shall be secure. Let's see now. This is my wife calling, I think. Hello, dear. I'm talking to the members of the NRA right now. Would you like to say hello? I love you and I'll give you a call as soon as I'm finished, okay? Okay, have a safe trip. Bye-bye. Talk to you later, dear. I love you. It's about a lot better that way. Daar verlies je het toch niet op? Nee, maar ja, je weet hoe het tegenwoordig met beeldfragmenten gaat. Die verschijnen op YouTube en die worden daar miljoenvoudig bekeken. Als je iets... vrij regelmatig. Maar als je iets fout doet, wat echt op een of andere manier een snaar raakt, dan ben je toch min of meer de klos. Daar komt het op neer. Denk aan die man die Ellen die over die Makaka zei. Hè? Dat was zo'n Indisch ogende jongen. Mm-hmm. Hè? Dat heeft hem zijn politieke carrière gekost. Wat zei hij over de Makaka? Ja, dat was een waarnemer van de tegenpartij. Want dat doen bij Amerikaanse campagnes is het zo dat er altijd iemand is van de andere campagnes die permanent de video laat draaien. Dus elke verspreking, elke keer dat je er indrukwekkend in je neus peutert, plotseling moet overgeven. Nou ja, je kunt je van alles erbij voorstellen. Wat de mensen wel doet. Ja. Al die dingen die worden geregistreerd en die worden dus gebruikt in de campagne. En net zo goed als je hele doopcel wordt gelicht. Als je ooit een peentje hebt gestolen bij de groenteboer op de hoek, dan komt dat eruit. Van je afgekeken hebt op school, denk aan Ted Kennedy, een fameuze afkijker. Dat zijn de find hurt meet. Dat geldt in hoge mate voor de Amerikaanse campagnes. Een verslaggever van NBC zei van ja, dat gedoe met die telefoon, dat doet hij veel vaker. Dus dat is gewoon een soort ingestudeerd grapje. Het is ook ingestudeerd en het heeft slecht gewerkt. Dat kan je zeggen. Ja, als het nou zijn eerste echtgenote was geweest. Allah. Nee, maar het was nummer 3. Ja. Dan is het, Had jij waardering voor hem? Nee. Waarom niet? Nee, god, het is opgeruimd, staat netjes. Het is een afschuwelijke man. Echt, echt. Ik heb wel gedacht dat in mijn duisterste dromen dacht ik, dan raken we af van de maloot die er nu zit. En dan raken we van de regen in de drup met Giuliani. Die nog erger is dan Bush in de zin dat hij bij zijn slechtheid ook nog intelligent is. Meneer Rudding heeft heel lang in New York gewoond. Ja, ook toen hij nog burgemeester was? Ja, dat overlapte elkaar sterk die jaren. Was u ook zo onder de indruk van hem? Ik heb hem niet echt ontmoet, een handje gegeven. Ik vond hem als burgemeester, dat is een ander verhaal, vond ik hem wel goed. Hij was niet een prettige man. Dat was hij zeker niet.
Maar een goede burgemeester zegt, wil met nog zoveel niet... woorden zegt u hetzelfde als wat ik zeg. Ik kan dat beter in mijn eigen woorden zeggen en wat genuanceerder. Maar dat maakt hem nog geen succesvolle presidentskandidaat. Dan moet je een veel bredere basis hebben qua onderwerpen. En dat heeft Giuliani niet gehad. En zoals ik ook zei, het is geen prettige persoon. Er zijn niet alle politici prettig. Want ze hoeven ook niet te veel te glimlachen. Maar ik kan me best voorstellen dat dat niet aansprak bij de Amerikaanse bevolking. In Nederland werd hij vaak ten voorbeeld gesteld als de man die ervoor zorgde dat de grote steden veilig. Ja, dat is ook zo wat. Daar kun je wel iets over zeggen. Hij werd burgemeester in het begin van de jaren 90. In zijn periode als burgemeester is de criminaliteit in New York is zeer significant gedaald. Dat zou vooral zeer interessant zijn als de criminaliteit in andere grote steden van de Verenigde Staten niet ook significant gedaald was. Dat is namelijk het geval. En dat ligt waarschijnlijk aan het gebrek aan jonge mannen. Ja, dat klinkt een beetje eigenaardig. Ja, die kattenkwaad uithalen. Ja, nou ja, kattenkwaad, daar zijn allerlei woorden voor te verzinnen. Ja. Die crimineel zijn. Kijk, als je alle jonge mannen zou kunnen opsluiten, zeg tussen de 16 en de 30... dan was je feiten van vrijwel alle maatschappelijke problemen verlost. En dan zou je zeggen, we laten ze pas weer los als ze een verloofde hebben. Want dat heeft meestal wel dempende effecten. Maar nee, er was een gebrek aan jonge mannen, in het bijzonder aan zwarte jonge mannen. Door allerlei redenen waar we nu niet in zullen treden. Maar je ziet de daling van de criminaliteit zie je in alle Amerikaanse grote steden. Bovendien was het voor een belangrijk deel dat zero-tolerance-beleid was het werk van zijn politiechef. Oké, maar laten we dan een ander punt nemen. Want heel de wereld heeft kunnen zien hoe hij optrad na 9-11. Hij stond voor de brandweermannen. Hij was de arm om welk slachtoffer dan ook heen geslagen. En hij zou de zaak flink aanpakken. En ja, dat heeft toch indruk gemaakt. Vermoedelijk is dat ook de reden waarom hij dacht dat hij het wel zou winnen. Ja, dat denk ik ook. Hij heeft met name de eerste 3-4 dagen enorme indruk gemaakt. Omdat natuurlijk de eerste 3-4 dagen de president een totaal verwarde indruk maakte. En duidelijk van voren niet wist dat hij van achteren leefde. Nou ja, werkelijk een dramatisch incompetente indruk maakt. En dat maakte natuurlijk dat Giuliani op dat moment inderdaad al het gewicht van die ellende op zijn schouders droeg. En dat heeft hij goed gedaan. Al moet gezegd worden dat hij het crisiscentrum van New York ondergebracht had in de Tweede Toren. Wat op zichzelf ook weer niet zo verstandig was. Hè? Nee, de terrorisme-expert van de stad New York is bij de aanslag om het leven gekomen. En dat is vooral daarom niet zo handig, omdat er natuurlijk een eerdere aanslag is gepleegd op de Twin Towers, namelijk in 1993. Dus kijk, als je ergens in New York een aanslag zou willen plegen, dan op die twee torens. Daarom vind ik het ook zo onverstandig dat ze nu een nog grotere toren er op die plek gaan bouwen. En je begrijpt, nog erger eigenlijk. En je begrijpt dat op alle terrorisme scholen ter wereld zal dit de chef-exercitie zijn van, als je dat lukt, hè, nou dan word je echt professor in het terrorisme. Kees Vertwisten. Ik neem aan dat u niet in de buurt gaat wonen daar. Nou, in Rockefeller Plaza zit het kantoor van Nederland, consulaat. Ah. Dus ook toch een vrij trefzeker plek om daar te gaan zitten. Nou, dat zijn stevige gebouwen hoor. Nou, kijk aan, dat is een hele geruststelling voor me. Nee,